Als kapster voor mijn huwelijk kende ik het merk 4711. Ik heb me dat ook verschillende keren aangekocht in Keulen zelf, in de winkel recht over de Dam. Bij een aankomende reis heb ik mij er altijd thuis gevoeld. En daarom heb ik het gedicht gekozen die er zeer goed bij past. Grootmoeder. Het flesje 4711 op de glazen tablet. Nooit meer voor de spiegel. Ik kom. Ik kan hier nimmer terug. Kijk, de grootmoeder zei. En de rolwagen van onafhankelijkheid. Zij neemt de heur mee om nog eens sterk te zijn voor de anderen, altijd de anderen, voor wie zij leefde. Het aroma betekent het flesje 4711 naast het doosje met morfinepleisters en eiwekode. Sleutel ontsluit het verleden. Ik heb dit gekozen omdat het gedeeltelijk op mij heeft vat gehad. Hoe jou te bewaren als wij zo hard geworden zijn, jou als ons niet meer erkennen, niet eens jouw naam meer weten, breng ons dan samen rechter en linkerhand, de cirkel rond en zakdoek laan en zeg, ik ben er, weet je nog. Toen jullie samen lagen, klaar wakker van verlangen, dat gevoel dat ik was bekennen. En jullie nog in samenslaap, die mij nog wakker houdt van liefde. Laten samen sterven, zo zal je ons bewaren. Vanaf 65 in je woonzorgcentrum schrijft het Vlaams decreet. Binnenkort tot 67 werken, lalt de Belgische minister van pensioen. Vanaf 70 uit vrije wil de dood. Stelt in Nederlands initiatief. Tot 71 bloeddonor moet kunnen, vraagt het Internationale Rode Kruis en ik ben tenslotte nog maar 94 jaar. Wat was dat?